Ja, hier is Visje weer en welkom bij deze nieuwe Minecraft Survival. Natuurlijk een paar dagen niet online geweest, maar dat kwam voor echt het grootste gedeelte door het warme weer. Maar ook omdat wij namelijk een server hebben nu, waar dus ook binnenkort mensen op kunnen komen. Ik kan ook nu, in mijn survival kan ik mensen mee laten doen, wat ook heel erg leuk is. Dus we moesten zeg maar deze map kopiëren naar een server toe, van mijn harde schijf af en nou ja, dat allemaal regelen. Ik denk dat de meeste mensen wel weten hoe dat allemaal werkt. Ik wil de mensen van Royal Hosting in ieder geval bedanken, want zij hebben de server namelijk geleverd voor ons. En ja, meer informatie komt daar binnenkort over naar buiten. Het is wel zo dat ik alles moest kopiëren, want mijn hele inventory was leeg en ik moest alles even nakijken hoe het allemaal in elkaar zat, zo eerlijk mogelijk te houden. En ik was toevallig net in de server om mijn spulletjes te krijgen. En wat gebeurt er? Er loopt een of andere wanderer of zo. Hij komt er hier naartoe. En ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet wat ik daarmee kan doen. Maar waarschijnlijk, ik in ieder geval traden ermee. Dat is in ieder geval heel erg fijn. Ik zie een sapling, dark oak sapling, een red sand, beetroot seeds, een fern. Wat de fuck is een fern? Oh, dat is een onderwaterplant denk ik. En blue eyes. En dat is in ieder geval heel erg fijn. Ja, voor mij ben ik een heel klein beetje level lager dan ik was. Maar ja, dat is niet anders. Daar kun je niks aan doen. Hè? Dat is nou helemaal zo. Nou, ondertussen moet ik nou eens... Ik flikker er naar beneden net. Dus dat deed pijn. En nu moet ik in ieder geval even, even wat eten bij. En trouwens, ja, ik weet niet wat ik ermee kan doen. Dus ik heb hem even opgesloten om heel eerlijk te zijn. Dus dat moet ik eigenlijk maar uitzoeken. Kan je er nog meer mee dan alleen traden? Want... dan moet ik eerlijk zeggen, heeft hij niet echt de allerbeste spulletjes voor mij, denk ik. Ja, toch? Wat we gaan doen is, we gaan vandaag even een chestroom maken. Ik ben heel erg van de chest dingen. Oh, wacht, trouwens, ik zie wat anders nog. Ik kan in ieder geval even deze bomen even hakken. Dat ga ik natuurlijk even doen, hè, want daarvoor heb ik natuurlijk... wat is dit dan weer? Wat is een lead? Geen idee wat het is. Nou, in ieder geval, ik ga even deze boom hakken. Ondertussen zijn natuurlijk allemaal spullen gegooid, ja, want dat gaat natuurlijk altijd door, hè, in deze wereld. En, ja, ik krijg natuurlijk allemaal... Oh, dat is niet zo handig misschien. Even kijken, dus... Ik kom er niet bij. Kan ik zo bij? Ja, zo kun je erbij, hè. Dat weet ik toevallig, dat kan. Is het laatste? Laatste? Ja, het is het laatste. Gelukkig. Oh. En dan kan ik dit weer hier buiken. Hé, wat is dat? Een stokje komt eruit. Ja, ik wist niet dat het ook kon trouwens. Stokjes eruit. Even kijken of ik nog een zappelin heb. Hey, jij moet wel hier blijven, ouwe. Jij mag niet weglopen. Ook zappelin. Kijk, dan ga ik die even nog een keertje planten. Oh! Dat is weg. Dat is pech. Gaat hij niet weg? Hij gaat niet weg, toch? Deze man gaat hier weglopen. Oh, hij gaat winnen weer. Ik denk omdat zijn vriendjes er staan. Oh, het wordt ook nog een keer de avond en zo. Hé, hey, dat wordt hij onzichtbaar, ja. Nu weet je, ja, hoor ik het. Ik had het net al in de gaten toen ik in de server zat even. Toen dacht ik van, hé. Hey. Grappig. Nou. Even slapen voordat er vijandjes komen. En dat gaat super snel nu. Maar, ja, we gaan gewoon lekker even graven. We gaan gewoon een hele leuke, toffe zittel gaan wij hier doen. Oftewel, wij gaan... ik kan beter dit zo doen even. Ik weet namelijk dat dat kan, jongens. Dat weet ik, hè. Dit gaat een stuk sneller dan normaal, hè. Deze moet dan wel, want die valt naar beneden. Notificatie eronder is heel erg fijn. Maar sommige dingen willen nog niet helemaal 100% lopen zoals het willen. Zoals wij het willen. Maar dat maakt niet uit. Komt er zelf wel weer goed, joh. En die krijgt natuurlijk weer opnieuw achievements. Maar ja, dat is altijd zo als je zo'n weer een online map ingaat. Even dichtzetten. Zo, hoe gaan we dat indelen? Want dat is een hele goede vraag. Hoe gaan we dit indelen? Want ik hou van chestrooms. Ik vind het echt best leuk om te maken. Maar we moeten wel van een leuke gebeuren hebben. Even kijken. Gaan we lekker snel doen. Up, up, up. Kijk, dat doen we in één keer. Dit kan niet anders. Zo. Dat gaat snel, Chris. Ja, dat gaat snel hoor. Ja, zo doen we het. What the fuck? Oké, dit is wel heel cool natuurlijk. Ik heb natuurlijk een... Even kijken. Wat is hier achter? Even kijken. Ik ga het trouwens helemaal vol met steen maken. Dus wat ik even meteen ga doen... Oh, is voordat men... Ja, voordat je weggaat... Ouwe, dat wil ik niet. Je moet hier blijven. Ga ik naar boven en dan ga ik even... Wegwezen! Oh my god! Deze gast, jongen. Even kijken, heb ik hier... Dat is mooi. Die zat erin. Dat betekent dat ik... Zo. Zo. Nee, dat lukt nog niet. Maar mislukt dat? Dat doen we zo, hè. Even kijken, dat doen we. Eén klik houden. Nee. Fuck you! Hup, 6. Hup. Hoppakee, 24 stenen. En... Kun je meteen dichtbouwen? Natuurlijk kan dat. Kijk. Hoppakee. Dit is handig. Nou. Dat wordt nog een leuk iets. Daar gaan we gewoon... Ah, dat denk ik. Planten zometeen. Dat doen we later wel. Ja, ik zit nog met die keil natuurlijk daar. Hier. Tut, tut, tut. Oké, dat klinkt raar. Oké. Dit is mooi. Ik vind het echt super mooi, jongens. Oh my god, oh ja, dat is 2. En dan 1 overslaan, dan weer 2. Maar ja, dat is dus... ja, kut. Ja, kijk, hoppakee. Oh, gaat het goed. Nou, het is misschien wel heel veel werk. Eigenlijk, hè. Maar ja, ik moet wel even... Ja. Ik moet wel, hè. Dat moet wel. Kijk, ik kan ook naar beneden gaan en dan diamonds zoeken. Dat kunnen we ook even doen nog. Maar ik wil even in ieder geval even dat ik wat ruimte heb gemaakt, zeg maar. Hoe gaat het met u? Gaat het goed met u? Ja. Zo, even dicht. Heb ik in ieder geval alvast een ruimte ervoor. Voor de chestroom. Nou. Het is ook echt een rare combinatie allemaal geworden. Maar dat maakt niet uit. Even. What the fuck? Even de planks erop zetten. Kijk. Ik heb in ieder geval een huisje alvast een beetje gemaakt, zeg maar. Ik moet het gelijk hebben. vis. Huh? Ik kan niet zeggen. Zzz. Mijn inventory is echt een puinbak. Maar dat maakt niet uit. Is niet heel erg boeiend, hè? En weer lekker eten, hoor. Ja, dan gaan we weer. Nou. Ik heb op 11. Even kijken. Nou. In ieder geval eventjes geslapen. En... dan gaan wij... even een beetje spieken. Hoe lang? Oh, niet zo lang. Dan gaan we lekker even naar beneden. We gaan even kijken. We gaan even kijken of er wat... ja, wat te fixen valt. Qua... spullen. Oh my god. Was ik even vergeten. Een zandsteen. Oh! What the fuck, zeg Chris. Ik ben veel te snel. 2 keer een ezel zijn. Nou, het is echt heel erg handig, hè? Oh, nu zeggen ze zo. Dat kan toch? Hallo? Oké. Zo. Beetje... holy shit. Holy shit. Dit is wel een werk, hoor, nog. En ja, dit is nog een werk. Dit gaat nog wel een klusje worden. Maar... hey, die boom is er alweer. Dat is mooi. Oh. Holy shit, hé. Boys, kijk eens hier. Huh? Is het nou... zie ik nou goed of is alles ingestort hier? Huh? Oké, oké. Hi. Nou, we gaan wel later zien, jongens. En we gaan gewoon even naar beneden. We gaan gewoon even wat hakken. Oh. Zo 12, hè? Ja. Echt motherfucking donker. Weet niet wat ik oppakte. Hey, fucking vet. Zo, dus 1 weg. En... zo. Kijk, dan kan ik in ieder geval even deze redstone pakken. Heb ik nu alweer wat level erbij. Hey, goud! Altijd goed. Zo, even dicht. Ik hoor wel lava. Zo, wat kool. Ik weet precies wat ik allemaal moet maken. Maar ik moet wel mijn spulletjes vinden. Want ik heb echt heel veel nodig natuurlijk. Materialen vooral hebben, jongens. Misschien een village zoeken. Dat zou ook wel fijn zijn. Lapie, hallo lapie. Oké, waar gaan wij nu naartoe? Wat de fuck is dat? Wat de fuck was dat? Oké. Donker. Fucking heel donker. Oké. Meloen vreten, jongens. En... Oei. Oh. Helemaal niks gevonden, hè? Geen diamond te vinden. Ik zou bijna zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou geen diamond vinden, jongens? Zeg daar nou eens wat van. Hoe kan ik nou dan helemaal niks vinden? Ondertussen is mijn iron pickaxe wel bijna weer kassie. Nee, nee, nee. Geen diamond. Ik wil diamond. Ah. Ja, natuurlijk. Later. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Nog steeds geen diamond. Kom op nou. Oh, dat kan toch niet waar zijn, jongens. Lapis lazuli. Of hoe je het ook uitspreekt. Dat is een kutwoord eigenlijk. Hallo. Kut! Meneer de creeper! Oeh. Hoor je dat goed? Ik hoor een enderman. Oh, kijk. Fuck. Oh, dit is trouwens wel... die ziet er hard uit, hè? Feeling hot, hot, hot. Nee, dat gaat niet in springen. Huppakee. Holy shit. Het is wel handig dan als ik dat... Daar had dat te liggen. Dat heb ik al bijna helemaal vergeten. Maar ja... Oeh, enderman. Als het goed is... Kan dat toch? Hallo meneer enderman. bitch. Got you. What? Fuck my life. Dit moet ik niet doen. Dit moet ik ook niet doen. Dit moet ik doen. Hallo meneer de Enderpearl. Spannend jongens. Er zitten allemaal monsters hier omheen. Nou, omhoog. Er zitten fucking veel monsters hierbij. Ik hoop nog een keertje een spawner te vinden. Waarom is het donker? Oeh, schoppen de pleurs. Konijn. Hoi, hallo meneertje. Zo. Even een gezellig lichtje maken. Kut! Val ik naar beneden weer. Oké, nou. Ik denk dat we hier gaan bij laten. Je ziet jongens, het gaat hard. Deze spannende wereld is van mij. En die ga ik ook zeker halen. Even kijken of ik alles een beetje terug kan persen bij de rest. Want ik moet meer, weet je wat ik ga doen? Omdat ja, waarschijnlijk gaat natuurlijk alles naar de kloten, omdat ik, als ik op server uit ga, dan ben ik ineens alles kwijt. Dus ik moet even anders spulletjes ergens in gooien. Ik doe het gewoon even beneden. Al mijn spulletjes, al mijn inventory. Landclan. Oké, nou ja, dat is niet anders. Nou, in ieder geval allemaal spulletjes erin. Oh, wacht. Oh. Ook gedaan. Zo. Mijn inventory. Hierin. Oké, nou jongens, ik zou zeggen, like eventjes deze video. Dat zou zo tof zijn natuurlijk. En we gaan volgende keer gewoon verder. Als ik nog een keertje naar beneden val, want ik kan niet meer lopen. Ik ben hartstikke dronken. Weet je wat doen? Up! En we hebben gesaved. Hey ho, daar ben je weer. Huh? Wat de fuck is dit dan weer? Doe jij dat? Doe jij dat? Doe jij dat? Jij! 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 Jij doet dat! Huh? Tot de volgende keer later. Bye bye.